De tuinen gaat verbouwen. Het wordt natuurlijk eventjes afzien, maar het wordt wel een mooi aanzien. Vandaar dat we de surprise shopper hebben. We betalen mee of geheel met uw aankopen om het verbouwingsleed, zoals dat heet, toch iets te verzachten. We hopen dat u ons trouw blijft. Dat willen we zeggen met deze actie en tijdens de verbouwing van winkelcentrum De Tuinen. Met deze tunnel zijn we al helemaal bezig op weg naar de verbouwing van ons winkelcentrum. Je favoriete winkel, Haarlem, Hennis en Maurits. We gaan kijken, misschien hebben we een verrassing voor een van onze klanten. Want we gaan je aankoop betalen. Je bent de eerst betalende. Dus je gaat niet betalen, je krijgt het van die kale. Van het winkelcentrum. Nou, als je nou verliefd blijft op de tuinen, zijn wij hartstikke blij met je. Alsjeblieft, veel plezier met je aankoop, hè. Hier bij Haarlem. Kijk eens, mevrouw wil de tuinen na gaan bouwen met Lego. Nou, weet je wat wij doen? Wij gaan dit voor u betalen namens het winkelcentrum. Oeh, hier bij Lucardi. Als je het leuk vindt, gaan we naar de kassa en dan gaan we voor je betalen. Krijg je van ons. Cadeautje van de tuinen, omdat we aan het verbouwen zijn. Wat een leuk setje. En nu zit ik bij onze... Ja, de paspop loopt hier rond in levende lijven zit. Alsjeblieft, namens de tuinen. Nou, hartstikke leuk. Je hoeft niet verder te struinen. Je vindt het in de tuinen. Hè? Ik bedoel maar. En bij Shoppie natuurlijk. We hebben een hele jonge klant. En die weet precies wat ze wil. Die gaat lekker even shoppen hier. En moest kijken wat ik voor jou heb. Ik heb hier een cadeaubon. Daar staat €25 op. En dan kan je lekker wat verkopen. Shoppy, ga jij eindelijk nou eens trakteren? Heb ik dat in de gaten? Jij trakteert? Weer niet. Ben jij weer de klos? Het is toch niet te geloven. Ongelooflijk. Altijd dezelfde. Nou, we gaan verbouwen. En ter gelegenheid daarvan hebben we toch wel een klein feestje. Om jullie te behouden als klant. Leuk en gezellig. Wij betalen hier hetgene wat jullie tot op heden hebben besteld. Een hele oude zin. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Maar geldt zeker. Kijk maar. Alle winkels blijven bereikbaar. We geven u een verbouwingscadeautje. Namens ons winkelcentrum. Voor deze geweldige winkel. €25. Kijk eens. En kijk eens wat erop staat op de achterkant. Surprise! Als er één winkel die weet dat we gaan verbouwen, dan is het Nelson wel. Want Nelson zit er met de neus bovenop op de tunnel waar we het al de hele tijd over hebben gehad. De verbouwing is begonnen van de tuinen. En we zien mevrouw hier. Nou, haar zoon gaat trouwen. En ze draagt deze jurk volgende week. Moet eens even kijken. Nou, je zou erbij willen zijn bij dat huwelijk. Maar we hebben de schoenen ook hier. Eén schoen, een mooie Gabor-schoen, gaan wij betalen. Wij betalen... €50 hiermee. Hey, bij Nelson. De tuin is aan het verbouwen, mevrouw. U krijgt een cadeautje van ons. Kijk eens wat een leuk cadeautje ik voor u heb. U krijgt €25 van Street One. En we hebben deze. En die gaan wij voor deze jonge dame betalen hier bij Tom Taylor. Hey, kijk eens even. Is het even leuk? Ter gelegenheid van de verbouwing van ons winkelcentrum hier bij Tom Taylor. We heten u van harte welkom met speciale activiteiten gedurende de gehele verbouwing door. Okay, we pay for you. Come on. Niet mee van de shoppingcenter. Nou, ze komen uit de Oekraïne, dus dat komt heel mooi uit. He? Toch weer een mooi gebaar. Uit de Oekraïne. En wij betalen hier voor deze twee dames. Ja, zie je dat? Is dat mooi van Leon Beddenshop? Onze eigen Bob de Bouwer hier. Ja. Hey. Ter gelegenheid van de verbouwing. Ja, nou, hij heeft net dekbed over te dekken gekocht en die krijgt hij van ons. En hij heeft beloofd dat hij vanavond ook aan me zal denken als hij eronder ligt. Ja, ja. Nou, dat is toch mooi, ja. Hey, dag Bob. Tot ziens, hè. Kijk ze glunderen. Je mond mag dicht hoor, je mond mag dicht. En we hebben er ook nog een hele gave, vind ik dan, tas bij gedaan. Nou, alsjeblieft. Nou, ga maar lekker door met kwassen. Want je kan voor €25 kun je zeker terecht zo. Only you. €25. Alsjeblieft. Kun je je zo bij de kassa inleveren. En je krijgt nog in je sas met een mooie tas. Van Only. Ter gelegenheid van onze verbouwing. Nou, bij Mof. Een hele leuke meid, maar nog belangrijker voor nu, voor de kassa, is dat wij dit leuke jurkje helemaal gaan betalen namens winkelcentrum De Tuinen. Maar hij heeft al wat gehad, iets heel origineels, een zadel voor zijn fiets. Zo, een zadel voor zijn fiets. Ja. Maar hij had het over een parfumetje en toen dacht ik, nou, laat niet moeilijk doen. Nou, en dan krijg je het. Nou, toppie! Toppie! En we hopen op je vertrouwen, ook tijdens de verbouwing. Ja, dus blijf lekker niet. Ja. Alles van de verbouwing wil volgen, kijk eens, dat kan heel makkelijk op Instagram, op Facebook, het kan met een app, kortom, volg de verbouwing, dan weet je precies waar je aan toe bent en dan kun je lekker trouw blijven aan je eigen winkelcentrum De Tuinen.